Steeds meer organisaties en evenementen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Welzijnsorganisatie Meer voor Mekaar komt nu met een vrijwilligerspunt om vacatures makkelijker te vullen. Wij hebben dus een vrijwilligerspunt opgericht. Dat is een website waar mensen eigenlijk heel makkelijk kunnen zien wat er allemaal aan aanbod is in Druten of Wijchen. En verder in het nieuws vandaag. Inwoners van Groesbeek verzamelen waardebonnen voor de voedselbank. En scholieren leren over de technologie van de toekomst. Het vrijwilligerstekort speelt al jaren. Van kleine verenigingen die geen bestuursleden kunnen vinden, tot grote evenementen die niet doorgaan vanwege een tekort aan handen. Veel mensen zijn wel bereid om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Maar hoe vind je nou de beste plek? Welzijnsorganisatie Meer voor Mekaar heeft een nieuw vrijwilligerspunt ontwikkeld om vacatures voor vrijwilligers makkelijker te vullen. Even een boodschapje doen voor iemand of samen met anderen een fantastisch evenement organiseren. Het is werk dat voornamelijk door vrijwilligers gedaan wordt. En zonder de hulp van vrijwilligers kunnen veel dingen niet doorgaan. Daarom is het belangrijk dat deze vacatures gevuld worden. En daar heeft welzijnsorganisatie Meer voor Mekaar wat op bedacht. Ja, wij hebben dus een vrijwilligerspunt opgericht. Dat is een website waar mensen eigenlijk heel makkelijk kunnen zien wat er allemaal aan aanbod is in Druten of Wijchen aan vrijwilligerswerk. En organisaties kunnen daar heel makkelijk vacatures op plaatsen. Daarbij kunnen alle organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers, die kunnen daar een advertentie, vacature opzetten. Daar krijgen ze ook inlogcodes voor. En op die manier kunnen ze vrijwilligers werven. Vrijwilligerspunt moet zorgen voor een duidelijk overzicht van alle vrijwilligersvacatures. Zo vind je veel sneller de juiste match. Want er zijn enorm veel mogelijkheden, zeg maar, als je vrijwilligerswerk wilt doen. Het handigste is eigenlijk om op onze site te kijken, zodat je daar alvast een beetje een selectie kan maken van, nou, wat spreekt me aan? Welke doelgroep spreekt me aan? Welke leeftijd wil ik? Op welke tijden schikt het mij? Dus het is vooral belangrijk om te kijken wat past bij jezelf. En dan te kijken van, nou, welke vacatures sluiten daarbij aan? Nou, weet je, wij kunnen het wel heel enthousiast zeggen, maar draai gewoon een keertje mee en kijk hoe je erin staat. Vind je het leuk? Past het bij mij? Heb ik leuke mensen om me heen? Want eenmaal de juiste match gevonden, dan kan je als vrijwilliger echt het verschil maken. De extra handen zijn vaak hard nodig. Bij Meer voor Mekaar werken ze zelf ook met veel vrijwilligers en zien ze dagelijks welke impact vrijwilligerswerk heeft. Sowieso omdat er echt een heel groot deel van de samenleving omvalt als die vrijwilligers er niet zijn. Als je ziet wat zij allemaal organiseren en doen, dat is echt gigantisch. Wij horen eigenlijk steeds de signalen van, nou, we willen heel graag onder de mensen zijn. Ondanks, ook al hebben ze zelf een sociaal leven, maar het is toch leuk om weer andere mensen te ontmoeten. En voor de mensen zelf is het ook heel belangrijk, hè? Je hebt, zeg maar, ja, deelnemers, zou je kunnen zeggen. Voor hen is het heel fijn als er iets georganiseerd wordt. Maar we merken ook echt dat het vaak voor de vrijwilliger zelf een heel belangrijk invulling van de week kan zijn, maar ook enorm veel voldoening geeft. Dus je merkt echt dat het eigenlijk echt twee kanten op werkt. Ze willen graag iets betekenen voor de maatschappij, zich inzetten. Ze vinden het ook heel gezellig om in een leuk team te zitten of om iemand ook echt te helpen. Daar krijgen ze echt voldoening van. In Groesbeek hebben inwoners op een bijzondere manier boodschappen ingezameld voor de voedselbank. Voor het derde jaar op rij verzamelen zij de bonnen van de postcode loterij en gebruiken die om boodschappen te kopen. Afgelopen vrijdag hebben vrijwilligers de bonnen ingeleverd bij de supermarkt. Hiermee zijn de benodigde producten gekocht en klaargemaakt voor de voedselbank. Inmiddels zijn dat er 49 en dat is een hartstikke mooi aantal, want iedere kaart is €12,50 waard. En als je dat maal 49 doet, dan kom je op €612,50. En dat is allemaal gratis producten voor de voedselbank. En bij het uitzoeken van de boodschappen is het natuurlijk wel belangrijk dat er gekeken wordt naar welke producten er worden gekozen. Waar wij voor gekozen hebben is lang houdbare producten. Dus groenten in pot en rijst in pakken en dat soort dingen. Dat mensen die ze krijgen, dat vandaag op kunnen maken, maar ook volgende week, volgende maand of zelfs over een paar maanden. En deze grote hoeveelheid houdbare producten zijn niet zomaar op voorraad. Dus dat
betreft voorbereiding. Wij gaan een overleg met, wij kijken eerst welke producten beschikbaar zijn, welke op basis van deze kaarten dus wij aan kunnen schaffen. En daarmee gaan wij shoppen en dan gaan we dat bestellen bij de supermarkt en die komen dan 1-2 dagen later binnen. En ja, dan hebben we ze hier op een karretje gezet en dan gaan ze met de wagen mee en dan gaan ze in het gewone distributie van de voedselbank gaan die mee. Ondanks het succes van deze actie worden er ieder jaar minder bonnen ingezameld. Dit kan te maken hebben met de stijgende prijzen van de boodschappen, waardoor mensen de bonnen wellicht zelf harder nodig hebben. Het eerste jaar hebben we 77 kaarten opgehaald. Dat was echt het summum. Vorig jaar was het een stuk minder en nu zijn we al heel blij met deze bijna 50. Daar worden er wel 50. Ik heb er thuis ook nog één liggen namelijk. Dus er worden er wel 50 en hopelijk nog wat meer. Dus daar zijn we helemaal tevreden mee. Doodsangsten hebben ze uitgestaan afgelopen mei toen hun bakkerszaak in Groesbeek werd overvallen door 2 jonge mannen met messen. De bakker en zijn dochter leven nu nog altijd in angst. Een van de jonge mannen die bij de overval betrokken was, stond vandaag voor de rechter in Arnhem. De 18-jarige verdachte heeft het plan voor de overval bedacht. Hij is een ex-werknemer van de bakkerij en weet dus precies waar zijn minderjarige handlangers moesten zijn. Het gaat de overvallers om geld. Geld dat ze nodig hebben om een drugshandeltje op te zetten. Het Openbaar Ministerie heeft 179 dagen detentie geëist en een werkstraf van 160 uur. Over 2 weken doet de rechtbank de uitspraak. Treinreizigers tussen Tiel en Elst moeten 2 weken lang met de bus op en neer. Dat is vanwege groot onderhoud. Afgelopen weekend is het werk begonnen. Maandag 2 december moeten de treinen van Arriva weer rijden. Nou, daar heeft het spoor een onderhoudsbeurt nodig. Het is aan vervanging toe, dus het krijgt helemaal nieuwe dwarsliggers, nieuwe sporen. Helemaal spoorvernieuwing, zodat het weer tegen een stootje kan. Het levert wel vertraging op. Ongeveer een uurtje. Ja. En normaal met de trein? Ongeveer een kwartier. De mensen kunnen overal heen en dat soort dingen. Maar wij hebben ook wel eens dat we een halte te zijn en mensen moeten door. Dan neem ik ze gewoon mee naar Nijmegen toe. Onlangs waren er ook al werkzaamheden aan het spoor bij Nijmegen en in de Achterhoek. En die werkzaamheden zijn gewoon nodig. Dat komt allemaal bij elkaar. Het is even door de zure appel heen bijten, maar dan heb je dadelijk ook wat. Het is Wereldtoiletdag deze dinsdag. Een mooi moment voor de Maag-Lever-Darmstichting om hun jaarlijkse onderzoek naar de meest toiletvriendelijke gemeente te presenteren. En wat blijkt? Die ligt in onze regio. De gemeente West-Maas en Waal is de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland. Het is al het tweede jaar op rij dat West-Maas en Waal bovenaan staat. Er zijn dit jaar nog eens 6 toiletten toegevoegd aan de Hoge Nood-app, waar alle openbare toiletten worden bijgehouden. Black Friday komt er weer aan en dat betekent vaak veel voor weinig. Maar soms lijken aanbiedingen online wel iets te mooi om waar te zijn. De politie waarschuwt daarom nu voor oplichters op het internet door zelf een neppe webwinkel te starten. Een webwinkel, maar dan een gerund door de politie. Klanten worden er naartoe gelokt via advertenties op sociale media. We hebben 4 hoofdproducten. En dat is Dyson-producten, wat veel aan trek is, spelcomputers, koffiezetapparaten en iPhones. Wie iets wil kopen en in het winkelmandje doet, krijgt een waarschuwingsfilmpje te zien. Je bent namelijk beland bij een nepwebshop. Een onbetrouwbare webshop is vaak lastig te herkennen. De iPhone kun je bij ons kopen zogenaamd voor 20% korting. Ja, laten we eerlijk zijn, dat kan nergens. Dus dat is ook een beetje de les die we mee willen geven. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. De nepwebwinkel is alleen als waarschuwing bedoeld. De politie slaat naar eigen zeggen geen persoons- of computergegevens op van de koopjesjagers. Het dancefestival Emporium wordt dit jaar niet duurder. Daarvoor moet je aanstaande zaterdag wel op tijd je ticket bestellen om zo 10 euro korting te krijgen. Zaterdag gaan de entreebewijzen in de verkoop voor de editie van komend voorjaar. Het festival in de Wiegense Berendonk komt dan terug met het thema Symphony of Colors. Hoewel de kosten voor de organisatie flink zijn gestegen, hopen ze dat het evenement voor iedereen toegankelijk blijft. Nieuwe technologie neemt de toekomst steeds meer over. Zo zijn er veel werkvelden waarbij technologie al een grote rol speelt. Denk aan computers, apps of robots. Omdat deze technologie steeds actueler wordt, is het belangrijk dat jongeren hierover leren. Daarom organiseert het evenement Night of the Nerds een tour, waarbij ze scholieren deze nieuwe technologie laten uitproberen. Tijdens Night of the Nerds leren scholieren over nieuwe technologieën.
Omdat je in veel verschillende werkvelden te maken krijgt met technologieën, kunnen de scholieren zich tijdens dit evenement verdiepen in deze werkzaamheden en hoe het nou allemaal te werk gaat. Wij nodigen middelbare scholieren uit om kennis te maken met de technologie van de toekomst. En je ziet dus dat het, omdat technologie zo hard gaat, dat het voor een gemiddelde school is het heel moeilijk om overal op alle terreinen te gaten te houden wat er straks gaat gebeuren. Want technologie zit overal. En je hebt in feite drie programma-onderdelen. Eén is zo de vloer zoals het hier is. We hebben hier buiten hebben we workshops. En beneden in de hal hebben wij Tech Talks. Dat zijn korte colleges eigenlijk waarin we vertellen over dingen die in de toekomst belangrijk zijn. De scholieren leren niet alleen veel, maar mogen ook zelf aan de slag met deze nieuwe technologieën. Ja, ik vind het erg leuk. Wij zitten bijvoorbeeld ook op het technasium. En hier zo werken wij ook dus best wel veel met techniek. En ik krijg hier bijvoorbeeld al heel veel nieuwe invloeden uit qua ideeën voor nieuwe opdrachten. Dus ik heb er heel veel plezier van. Ja, daarachter net kan je programmeren voor een robot die je lijn dan volgt. Ik vond het echt wel leuk. Ik heb hem ook zelf geprogrammeerd. We mochten VR-brillen testen. We mochten bijvoorbeeld tegen een muur aanduwen en dan konden we kijken hoe ver we het konden duwen. Ja, ik kwam 30 mm was het zo? 35. 35, dat hebben we samen gedaan. Een van deze activiteiten is dus pilaarduwen, wat een erg opmerkelijke activiteit is. Dit is een grote betonnen pilaar, hart van het gebouw. En met onze nauwkeurige meetinstrumenten kunnen we laten zien dat ook de jeugd zeg maar, zo'n pilaar kan omduwen. We zitten nu op 5 mu, deze hele kolom van denk 30 ton of zo, dat die weegt. We hebben aan de achterkant van die pilaar hebben wij een laser-interferometer staan die heel nauwkeurige afstanden kan meten. En die kan zelf detecteren zeg maar, dat wij zo'n grote pilaar als dit, 2000ste millimeter, tot het record al bijna 5000ste millimeter om kunnen drukken. Uiteindelijk is het dus belangrijk dat de scholieren een klein voorproefje krijgen van de technologie van de toekomst, zodat ze later een betere beroepskeuze kunnen maken en weten wat ze kunnen verwachten. Nou, nieuwe technologie gaat natuurlijk over artificial intelligence. Het gaat over programmeren. Weet je, je moet je kunnen verbazen, je moet dingen kunnen uitproberen. Je wordt ook niks gemeten, je krijgt hier geen punt voor. Het is echt puur van laat eens even ruiken aan hoe de toekomst van al deze jonge mensen eruit kan gaan zien. Het wordt koud de komende dagen. Vandaag was al een frisse en donkere dag. Wel viel er uiteindelijk wat minder regen dan vooraf verwacht. Maar die regen is nog niet weg. Vanavond en vannacht kunnen er wat winterse buien vallen met natte sneeuw. Dat geldt ook voor morgen en het is daarbij erg koud. Vannacht kan het licht vriezen aan de grond en morgen overdag wordt het niet warmer dan zo'n 5 graden. De matige wind maakt het ook voor het gevoel erg koud. De dagen erna blijft het wisselvallig met af en toe een winterse bui. Het kwik blijft laag en in de nachten blijft er kans op wat lichte vorst. Oppassen dus voor gladheid als je vroeg de deur uitgaat. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 19 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je de streek in en wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!